Hallo, welkom weer bij een bespreken van een toetsopgave van 2022, tijdvak 3. Dit keer over parkeren in de ruimte. Hoe doe je dat? Parkeren is altijd al lastig, maar in de ruimte komt er heel wat bij kijken. Goed, eerst een artikel. Het is vaak zo bij de examenopgave dat ze een artikel ergens uit een tijdschrift hebben gehaald en dat je dat eerst even moet lezen. Soms staan er gegevens in. Meestal is het puur inderdaad om je een beeld te vormen van waar de opgave over gaat. Het gaat dit keer dus over een satelliet die ergens om de zon heen zweeft, maar dat die in een stabiele situatie moet zijn. En dat wordt gebruikt, er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Lagrange-punten. Punten waar dus de afstand stabiel is. En daar gaat het dus over twee Lagrange-punten, L1 en L2, die bij onze aarde liggen. Hier zie je een tekening met de beide Lagrange-punten, L1 en L2. Ze starten hier en dan gaat dus de aarde die kant op. En de satelliet in L1 die gaat dus met de aarde mee die kant op. En eventueel had hij hier ook gekund en gaat hij zo met de aarde mee. En dus ze bewegen met de aarde mee om de zon heen. Gegeven is ook dat voor de middelpunt zoekende kracht op de ruimtesonde geldt deze formule. Middelpunt zoekende kracht natuurlijk, want het is een cirkelbeweging. Als er een cirkelbeweging is, dan weet je zeven, goh, er is een middelpunt zoekende kracht nodig. En gevraagd wordt twee dingen. 1. Leid de formule af met behulp van formules uit een tabellenboek, en dat is in mijn geval BINAS. En daarna leg met de hulp van deze formule uit, of zoho, zonder aanwezigheid van aarde, maar dezelfde omlooptijd verder of dichter bij de zon zou staan. Nou, eerst maar eventjes de afleiding van de formule met tabellenboek. En tabellenboek, althans bij BINAS, staan alle formules in tabel 35. En het is altijd handig dat je vooraf ook even goed kijkt van, goh, waar staan welke formules. Het bespaart een hoop tijd tijdens het maken van een opgave als je al weet van, oh, waar moet ik wat vinden. Maar goed, er staat hier middelpunt zoekende kracht. Dus je zoekt in de tabellenboek in BINAS op van, goh, waar staan die formules voor de middelpunt zoekende kracht. En dan zie je dus in A2. Het tabel 35A2 gaat over cirkelbeweging en daar staat inderdaad middelpunt zoekende kracht. En dus F NPZ is M V kwadraat gedeeld door R. Nou, dan moet ik deze formule hebben. En je ziet van, goh, hier staat geen V in. Maar dan zie je ook in dezelfde richting staan dat de baansnelheid V is 2πr gedeeld T. En dat ga je dus in die formule invoegen. En dat is dus altijd een goede methode van, goh, je pakt de formule die erop lijkt en dan kijk je van, goh, wat staat in die formule te veel, en dan kun je dat vaak invoegen vanuit een andere formule en dan krijg je dus rechtstreeks meteen de juiste formule. Twee punten kon je hiervoor krijgen, voor het totaal 4 punten, maar voor de afleiding 2 punten. Met inzicht dat de middelpersoon kracht is mv kwadraat gedeeld door r en de snelheid 2πr gedeeld t en daarna dus completeren van de afleiding. En dan de tweede, dus uitleggen van wat gebeurt er nou met de afstand van zoho tot de zon als de aarde er niet zou zijn, maar dat zoho wel met dezelfde omlooptijd het rondje moest maken. Een beredeneervraag probeer het altijd met behulp van een formule te doen. Ja, ik heb daar middelpersoonkracht. Hoe ontstaat middelpersoonkracht op zoho? Nou, er zijn een aantal krachten van belang. Namelijk op zoho werkt natuurlijk de gravitatiekracht van de zon. Die trekt hem naar de zon toe. Maar de aarde die trekt ook aan zoho en die trekt hem de andere kant op. Dus de resulterende kracht op zoho zelf, dat is het verschil tussen de gravitatiekracht van de zon min die van de aarde. Let op dat je niet denkt van, goh, zoho gaat die kant op, dus dan is daar ook een kracht voor nodig. Nee, dat is niet zo. Voor een snelheid is geen kracht nodig. Voor een snelheidsverandering is een kracht nodig. Ja, de snelheid blijft constant.
Ja, de snelheid verandert wel van richting. Dus dat is in feite wel een verandering. En daarvoor heb je de middelpuntzoekkracht. Goed, middelpuntzoekkracht is dus die van de gravitatie van de zon min die van de aarde. Betekent dus dat als de aarde er niet zou zijn, dat dan dus de middelpuntzoekkracht groter wordt. Want dat stukje valt weg. Oké, dus aan de linkerkant zou het getal groter worden. Betekent dus dat aan de rechterkant het getal ook groter moet worden. Nou, als ik naar die zaak kijk, 4 pi kwadraat is natuurlijk altijd al constant. Maar de massa van Soho, ja, die blijft gelijk. En de omlooptijd ook, want dat was gegeven in de opgave. Betekent dus dat alles gelijk blijft, behalve natuurlijk R. En omdat het links groter moet worden, moet rechts ook groter worden. Dus wordt R ook groter. Oftewel Soho, want daar ging het om, ja, verder of dichter bij de zon. Ja, zo komt dus verder van de zon af. Ja, vergeet niet ook altijd de conclusie even nog apart te vermelden. Nou, we hadden al 2 punten vergeven, dus zijn nog 2 punten te verdienen. En dat is deze. Inzicht dat de aarde, ja, de aantrekkingskracht van de zon tegenwerkt. En consequente conclusie aan de hand van die formule. Goed. Soho bevindt zich op 148 miljoen kilometer van de zon en de massa is 18,50 kilogram. Dus 2 gegevens, afstand en massa, die ga ik eerst weer gewoon eventjes opschrijven. Gevraagd wordt de middelpuntzoekende kracht te berekenen die in L1 op Soho moet werken. Nou, dat is op zich natuurlijk een mooie binnenkomen, mooi 2 punten verdienen, want je hebt de formule. Ja, en dat betekent dus dat je gewoon het kunt invullen. Je moet alleen nog wel wat gegevens weten. Namelijk de massa, nou die staat er. R, die staat er. T, omlooptijd. En die is gelijk aan die van de aarde. Dus de omlooptijd is 1 jaar. 1 jaar, natuurlijk in secondes. Dus 365 keer 24 keer 3600. En dat vul je in. En als je dat invult, komt eruit 10,9 newton. 2 punten. 1. Inzicht dat je dus die formule moet gebruiken waarbij t gelijk is aan 1 jaar. En 1 punt voor het completeren van de berekening. Alles goed ingevuld en goed berekend. We gaan het weer hebben over de middelpuntzoekkracht. Middelpuntzoekkracht staat hier, wordt geleverd door de gravitatiekracht van de zon en die van de aarde samen. Hè, maar we hebben zo net al gezien dat het verschil tussen die twee is. En gevraagd wordt, bereken de grootte van elk van deze gravitatiekrachten. Nou, eventjes natuurlijk wel de gegevens er weer bij van de vorige vraag. Want ja, die heb je hier natuurlijk nodig. Je hebt de afstand nodig en je hebt de massa nodig. Want hoe bereken je gravitatiekracht? Als je het zo 1, 2, 3 niet weet, pak Binas eventjes en zoek het zelf even op. Hè. Het is niet even wachten tot je het hier op het scherm ziet, maar ook zelf eventjes Binas zoeken. Dus hè, klik even op pauze en zoek het even op. Een stuk beter. Maar goed, gravitatiekracht is g keer massa van 1 keer de massa van de ander gedeeld door de afstand in kwadraat. En let op, hè, hoofdletter g is niet gelijk aan kleine letter g. Kleine letter g op aarde is 9,81, maar hoofdletter g is overal gelijk, overal in het universum, 6,67 keer 10 tot de macht min 11. Ze staan beiden in Binas 7. Hoofdletter G eerst, kleinletter G daarna. En dan eerst eventjes voor de gravitatiekracht van de zon op Soho. Nou, G weet ik, massa van Soho weet ik, R weet ik. Moet ik de massa van de zon nog hebben? Heb je Binas voor nodig? En Binas staat dat in tabel 32c. Zoek zelf ook weer even dus op. Hè, waar staat het precies, de massa van de zon? En dan vul je het in. Dus dan krijg je dus voor G die 6,67 keer 10 tot de macht min 11. Massa van Soho keer de massa van de zon gedeeld door de afstand in kwadraat. En let op, mijn favoriete fout is of dat de kwadraat wordt vergeten. Of, en dat is bij sommige rekenmachines zo. Kijk, ik heb niet voor niks hier 2 haken erbij staan. Want als je deelt door een macht van 10, gebruik altijd even haken erbij. Maar voor je het weet, deel je eerst door de 1,48 en doe je
daarna keer 10 tot de macht 11, terwijl je het wel moet delen. Dus zorg ervoor met een deling en met de macht van 10 altijd gebruik maken van haken. Maar goed, de gravitatiekracht van de zon op Soho is 11,2. En dan nog die van de aarde natuurlijk. Nou, kun je op dezelfde manier doen. Dan heb je natuurlijk wel ook de afstand nodig. Even weer terughalen van een vorige. Dit was de tekst hierbij. En daar staat dus dat de afstand 1,5 miljoen kilometer van de aarde is. Dus die heb je hier nodig. Dus die kun je hier invullen. Massa van de aarde natuurlijk ook weer nodig. Dat is tabel 31. Er staan de massa van alle planeten in. Dus ook die van de aarde. En dan vul je het in. En kom je op 0,33 uit. Vier punten. 1 punt. Gebruik van de juiste formule van de gravitatie. Opzoeken van de massa van de zon en of de aarde. Je kon namelijk ook gebruik maken van een vorig antwoord om de gravitatiekracht van de aarde te berekenen, maar dit is op zich wel zo verstandig, zeker. Gebruik van afstand van de zon tot L1 en van de aarde tot L1 en completeren van alle berekeningen. En dan heb je 4 punten. Dan, zonnevlekken. Ja, dat wordt bestudeerd door Soho. Donkere vlekken op het oppervlak. Ja, donkere vlekken, laat ik zo zeggen, ze zijn minder fel dan de andere plekken op de zon. Ze zijn niet echt donker, maar ze zijn minder fel. Maar goed, het spectrum van een zonnevlek is gegeven in figuur 2. En gevraagd wordt, wat is de temperatuur van deze zonnevlek? En weer, let op, significante cijfers. Nou, zo'n spectrum, ik hoop althans dat je daarin herkent dat dit een zogenaamde Planck-kromme is. Ja, en mijn Planck-kromme geldt de wet van Wien en die kun je gebruiken om de temperatuur te berekenen. Ja, T is KW, dat is de constante van Wien, gedeeld door de maximale golflengte. Maar let op, maximale golflengte, ja, deze maximale golflengte, dat is niet, in dit geval hier, 2000. Het is natuurlijk wel zo van, goh, van deze hele rij is 2000 wel de grootste, maar met maximale golflengte betekent van bij welke golflengte is de straling maximaal. Dus hier is de straling maximaal, dus is maximale golflengte en ook wat hier staat. Ja, dus hou daar rekening mee dat de maximale golflengte dus daar moet worden afgelezen. Dan is het kwestie van invullen. Constante van Wien natuurlijk weer Wieners tabel 7 en kom je op 5,0 keer 10 tot de macht 3 Kelvin, twee cijfers significant. Let daarop. Nou, twee punten. Aflezen van de lambda max, marge is 0,3, nou dat moet altijd wel lukken, 0,3 keer 10 tot de macht 7, min 7 natuurlijk. En daarna gebruik van de wet van Wien, dat is die T is KW gedeeld lambda max. Inclusief completeren en significantie. Dan, nog een keer 1,5 miljoen kilometer afstand, L1 en L2. Ze kijken nu naar L2 en L1 en L2 draaien dus tegelijk met de aarde mee. En de uitwerkbijlagen worden van L1 en L2 vier grootheden met elkaar vergeleken. En daar moet je aangeven van, goh, is de ene groter dan de ander of zijn ze gelijk aan elkaar. En nou, eventjes laten zien. Dit is wat erbij stond. En wat kun je zeggen? Nou, allereerst de baanstraal van L1 en L2. Je ziet meteen natuurlijk uit de figuur al van, goh, de baanstraal van L1 is kleiner. Hij zit dichter bij de zon. De omlooptijd, nou, ze draaien tegelijk om de zon met de aarde mee. Dus de omlooptijd is voor beiden 1 jaar. Dus die is gelijk. De baansnelheid, je kunt het met de formule doen natuurlijk, 2πr gedeeld t, dat je ziet van, goh, hoe groter de straal, hoe groter de snelheid moet wezen. Want ja, je kunt ook aangeven, goh, je moet een veel groter rondje maken in dezelfde tijd. Dus je moet gewoon meer snelheid hebben. Kortom, de snelheid van L1 is ook weer kleiner dan die van L2.
En tenslotte een middelpersoonkracht van L1. Nou, op L1 werkt de gravitatiekracht van de zon en de aarde werkt die tegen. En bij L2 is het net andersom. Ja, bij L2 werkt de gravitatiekracht van de zon er natuurlijk nog steeds op. En die van de aarde die werkt nou juist mee. Dus op L2 ja, zal een grotere kracht wezen, oftewel ook hier is het kleiner dan. Dit laatste had je trouwens ook kunnen doen met behulp van die formule voor de middelpersoonkracht. Daaruit blijkt ook dat de middelpersoonkracht inderdaad toeneemt naarmate R toeneemt. Drie punten kon je hier doen. Je moest vier dingen invullen en dat is inderdaad een beetje sneu natuurlijk. Als je hier één antwoord goed hebt, krijg je toch geen punt. Je moet minimaal twee antwoorden goed hebben. Maar ja, eigenlijk ga je natuurlijk voor vier antwoorden goed natuurlijk. Hè. Je gaat altijd voor de 10. Hè. Is een 8, dan valt het altijd weer mee. Dat was het alweer. Weer een opgave gemaakt. We parkeren hem eventjes. Doe lekker rustig aan. Maar als je nog een examentraining wilt doen, een opgave van een oude examen, kijk eventjes in de playlist. En ik zou zeggen bedankt voor het beluisteren en tot een volgende keer.